Hallo allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motortest TV en welkom bij een nieuwe video. En we staan hier vandaag op de parkeerplaats bij Startwin Motors nadat we code oranje en code geel hebben gehad in Nederland. Ga ik toch nog even een proefrit maken op de Royal Enfield Himalayan Scram 411. Klinkt wel lekker in het Engels. Dat betekent gewoon het 411cc blok van de Himalayan. En het is een scrambler versie van de Himalayan. Genoeg geluld. Opstappen. En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Contact aan, nou, jullie kunnen het niet helemaal goed zien, want de camera zit er natuurlijk voor. Kilometer tellertje, eens even kijken, starten is denk ik, nee, is niet hier. Nou, en als ik het goed heb, dan kan ik hier switchen. Hij is gloedje nieuw, er staat 2,1 kilometer op, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. En dat gaan we dan ook doen. Ja, dat klinkt leuk. Hij ziet er mooi uit. Het is de nieuwe styling. Ik neem jullie mee en we gaan het vaste riedeltje doorlopen. En we hopen dat het droog blijft. Nou, welkom aan boord van deze prachtige... Want de styling vind ik erg leuk gelukt van deze prachtige Scram, de Himalayan Scram 411. Nou, wat is de Himalayan Scram? De Himalayan Scram is een scrambler versie van de zeer populaire Royal Enfield Himalayan. En ik ga haar toch noemen, want ze doet het toch er maar mee, of ze heeft het er mee gedaan, inmiddels niet meer. Itchy Boots is met die Himalayan vanuit India teruggereden naar Nederland. En dat heeft dat ding allemaal overleefd omdat het een kogelvrij, noem ik wel vaker, simpele motor is. Het is een luchtgekoelde motor, wel injectie. Uit mijn hoofd het motorblok, want daar hebben we het even snel eerst over. Iets van 25 pk. En het grappige is dat hij meer newtonmeters heeft dan dat hij pk's heeft. Dus ongeveer 30 newtonmeter. En dat heeft hij allemaal lekker onderin zitten. Ik zit op een lekker comfortabel zadel. Die is verbeterd ten opzichte van de Himalayan. Ik heb even geen vergelijk, maar ik moet je zeggen, die eerste meters zit hij hartstikke prima. Hij heeft een iets kortere veerweg dan de Himalayan. Hij heeft een kleiner voorwiel dan de Himalayan. En daardoor stuurt hij eigenlijk hartstikke leuk. Ja, zeker. Dit zo lekker voelt. Kijk, met dit vermogen en zo'n motor ben je geen bochtenkoning. Dus dat moet je ook niet ambiëren. Dus dat gevoel is eigenlijk goed. De zithouding, voor mijn gevoel zitten de stepjes redelijk naar voren toe. Waardoor je, en ik zit dan weer met mijn kont redelijk naar achteren. Dat vind ik prettig. Dus ik heb niet een hele scherpe hoek, maar ik vind wel dat de afstand van het zadel naar de stepjes niet super ruim. En de afstand naar het stuur daarentegen. Nou, ik heb ietsje gebogen ellebogen. Dat is hartstikke goed. Het stuur is, staat ietsje gebogen naar je toe. Dat voelt wel lekker. Ik moet je eerlijk zeggen dat dit de zithouding is die ik niet snel zou kunnen vergelijken met een andere motor. En dat is zeker niet negatief, want het zit lekker. Het stuur is redelijk breed. Ik voel het zeker niet ielig ook. De handvaten hebben een mooie dikte. Tja, dat voelt allemaal heel goed, heel degelijk, heel leuk. Ook in het stuur komen geen kleine trillingjes door of wat dan ook. Dat voelt erg, maar solide is het goede woord. Geeft gelijk vertrouwen zo. Nou, kijk eens aan. Hier ook nog weer wat op de weg. Dan kom je nog eens wat tegen. Goed, dus dat is een beetje de zithouding. Dus we hebben het motorblok min of meer gehad. We hebben de zithouding gehad. Dan de uitrusting. En
Zo eenvoudig als dat het is, zo compleet is het wel. Eerst even technisch. De motor heeft geen traction control. Wel uiteraard ABS, want dat is natuurlijk verplicht op een nieuwe motor. Dus hij heeft prima ABS. Er zit een hele nieuwe vergeleken de Himalayan koplamp unit zit erop. Halogeen, geen LED. Aan de achterkant zit volgens mij wel een LED verlichting. Dat lampje hebben ze mooi bij dat sportbord gemaakt. Dat is mooi in de uitrusting. En wat leuk is, is dat er de kilometerteller, een mooie grote teller, analoog, met in het binnenkant een klein LCD-displaytje. Goed, en een beetje dreiging van regen en af en toe een druppeltje. Dat moet kunnen. Dus we rijden maar die kant op, want daar lijkt het droog. Overal afgebroken takken. Dus we zijn echt wat dat betreft een beetje aan het scramblen, aan het avonturieren. Nou, dan hebben we hier zo eens even een mooi lang grindpad. Gaan we dat eens even kijken hoe dat gaat. Bandjes die erop zitten. En een apart merk. Daar moet je misschien wat aan doen. Maar op zich hier op dit grindpad doen ze prima. Lekker hoor. Maar dat is dus het kleine beetje lichte avontuurlijke. Waar die iets minder geschikt voor is dan de Himalayan. Maar wel die het wel degelijk nog kan. En waar die dan wel voor bedoeld is, is voor de looks, de scramble. Want dan gaan we het even over de looks hebben. Over smaak valt niet te twisten. Maar ik vind dat ze er een hele leuke draai aan hebben gegeven aan die Himalayan. Ja, en het gevoel van de scram is toch een beetje het gevoel wat je eigenlijk bij al die Royal Enfields hebt. Je hebt het idee dat je wel degelijk op een prima kwaliteit motor zit. Het is ook absoluut onthaasten, want je hebt geen bakvermogen. Nou ja, de bediening, de koppeling, een lekkere lichtgewicht koppeling. Ik weet niet of het een slipperklutsje is, maar dat moet haast wel. Maar lekker licht, fijne koppeling, schakelt mooi direct. Hij heeft groot rempendaal en een groot schakelpook, dus daar kun je ook niet in vergissen. De knoppen zitten allemaal op de plek waar je het hebben wilt. Nou, ik rij nu 80 in zijn 5. Dat is het ook, 5 versnellingen. Geen toerenteller, dus je moet zelf op je gevoel gaan schakelen. Nou is dat met dit blok geen enkel probleem. En zo tokkel je lekker door het landschap heen. Heerlijk. Kort. Ik weet niet of het nou een lekkere motor is voor op de snelweg. Een stukje kan natuurlijk altijd. Ik geloof niet dat hij daar in zijn element is. No nonsense. Lekker rijden. Lekker genieten. Nou, en ik zit hier nou een tijdje op. Zo. Wat chique idee. Hier is het even losgegaan hoor. Poepoe. Kijk toch eens. Hoppakee. Jongens, jongens, jongens. En dat zijn grote jongens die plat zijn gegaan. Oeh. Ja, en dan is de conclusie dat er weinig negatief aan te merken is aan de Himalayan Scram. Dat ze met deze een extra variant hebben op het succes wat ze hadden. Of hebben, moet ik zeggen, met de Himalayan. Dat je veel motor voor je geld krijgt. Dat je een mooi merk koopt voor dat geld. En dat het solide en goed en mooi eigenlijk allemaal aanvoelt. Ja, is dit wel heel erg leuk. Voor in de stad, voor net buiten de stad. Dus nou goed. Dit was de first ride video van Motortest TV op de Royal Enfield Scram 411. Vond je het leuk? Zet je duimpjes onder de video. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.